Eind januari nam PSV FC Eindhoven Mirte Morais over van FC Utrecht en vandaag kon Nebojša Vuković weer twee speelsters van die club verwelkomen. Aanvalster Sabine Becks en verdedigster Michelle van der Laan tekenden allebei vanmiddag in het Philipsstadion hun contract. Ja, echt heel erg mooi. Altijd gedroomd om echt bij PSV te voetballen en nu is het zover, zeg maar. Ja, dat lijkt me een mooie uitdaging. Ik speelde bij Utrecht, maar ja, die zijn dus failliet verklaard. En toen heeft de trainer gesprekken gehad met trainers van de andere clubs uit de competitie. En toen bleek dat PSV met me in gesprek wilde. En, ja, dat is een mooie uitdaging. Ik denk dat ik ook een stukje uithoudingsvermogen heb en een beetje techniek. En proberen om de bovenste gedeelte vast te houden aan de stand. Ik ben een verdediger, centraal of op de back, kan allebei. En ik heb een goede lange bal, denk ik. Goede techniek. En de rest moet zich uitwijzen. Nou ja, ik probeer zelf zoveel mogelijk speelminuten te maken. En wie weet in de basis te komen. Het seizoen is niet meer zo lang, maar ik hoop toch om zoveel mogelijk speelminuten te maken nu de komende periode. En om het te laten zien, ook voor volgend seizoen. Komende vrijdag neemt PSV FC Eindhoven het thuis op tegen Telstar. Dan zijn de aanwinsten nog niet speelgerechtigd. Maar op 14 maart zijn ze er wel bij. Dan speelt het team van Nebojša Vuković een uitwedstrijd tegen Standard Luik.